Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sandering Ringering van er Game zit echt 5 uur tussen de vorige opname en deze en ik zat dus de hele tijd te wachten naar dit scherm te kijken. Ik mocht niet op A drukken, dat is echt zwaar. Ik heb dus nu gezien hoe Quagsire eruit ziet en het is zo lelijk dat het leuk is, zeg maar. Ik denk niet dat ik hem nu nog in mijn team ga doen, overigens. Maar, ik moet er wel om lachen. Sander wil hem nog niet zien, maar dit is echt oef. Ik wil het inderdaad nog niet zien. Oh, wat? Het is geen Quagsire. Nee, het is... Het is gewoon een hele andere Evo. Net als dat Weirdeer een heel andere Evo is. Ja. Dan. Ja, dat is echt voorbeeld. Want Stendel had zeggen. Geen Evo. Maar je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Berserker, dat is een beter voorbeeld. Die Galarian Meowth. Oh, ja, ja, ja. Evo. Dat is een beter voorbeeld. Berserker. Ja, ik vind Berserker wel vetter dan dat ik Persian vind. Nee, maar ik bedoel, zo'n soort dingetje is het. Ja, ja, ja. Net als Kleavor, zeg maar. Ja, Kleavor is ook inderdaad een voorbeeld. Ik kon alleen even geen goed voorbeeld bedenken tot Berserker. En toen kwam jij met een nog beter voorbeeld, maar dat maakt niet uit. Nou, dat zijn even goede voorbeelden trouwens. In principe maakt het niet uit of je... Oh, Sander, volgens mij, voordat je verder kan, moet je level 3 zijn en dan ben jij al, of niet? Ja. Verdomme. Ik en nog lang niet. Dus gefeliciteerd met je voorsprong. Ik hoop dat je ervan geniet. Misschien is het dan nu slim om toch die sidequest te doen. Misschien toch voorstaan. Yo, kunnen jullie nog meer praten alsjeblieft? Want ik vind dat er te weinig gepraat in deze game zit. Leugens, alweer. Dat is niet waar. Dat zei ik sarcastisch, hè? Ja, dat sarcasme is niet liegen. Dat is echt de perfect cover voor liegen. Nah, je kan die ik ben het hier niet mee eens. Nee, go to the farm to go and milk Bertha, want anders hebben we geen melk en dat is niet leuk, want we gebruiken melk in heel veel verschillende gerechten. Oh, het liedje wordt niet gewaardeerd hoor ik alweer. Nou, wat moet ik zeggen dan? Nou, je hoeft niks te zeggen, maar ik denk... Ik dacht, je bent zo stil. Je bent wel eens minder stil geweest. Ja, ik zit weer op zo'n stuk dat ik denk van... Wat moet ik, zeg maar, weet je wel. Ah, oh, cute. Nee, niet dat jij op zo'n stuk zit. Ik bedoel, deze Eevee was heel cute. Sorry. Zo'n cute guy. Jij hebt gewoon een Umbreon die niet gebruikt, hè. Dat kan ik echt niet. Dat snap ik echt niet. Kut, ik heb geen raspberries. Dat noemt zichzelf een Pokémon meester. Ja, maar ik heb al een Dark Type. Ja, nog niet, maar ik ga al een Dark Type hebben. Ik misbrak me, Jezus. Jij bent echt gemeen. Dat klopt, ja. Ja, nou. Ik kan niet ook met je omgaan. Sandering. Ik heb mijn Smarty-pants niet aan, want ik ga met jou om. Of wat? Wie is hier nou een hater? Jij begon. Just give me 5 pokeballs. Sure. Ik ben zo'n Leafy. Kiek. Wil jij ook 5 pokeballs, Milan? Ja. Het enige nadeel is dus dat ik... Dat we niet echt makkelijk... Ja, we kunnen eigenlijk wel makkelijk traden in deze game, bedenk me net. Nou, kom maar. Gaan we naar de trading post toe. Wacht, je kunt helemaal niet traden in deze game. Überhaupt niet. Nee, leugens weer.
ik maak het foutje. Oh, je bent het liegen, kan echt niet. Dat klinkt wel als iets wat ik zou kunnen doen. Dat klinkt echt. Dit was letterlijk Milan. Mensen dachten ook, waarom beweegt Sanders mond en die van Milan niet? Hè? Wat gebeurt hier? Een elegant til. Gaat het over Corbis? Het gaat over mij. Did you find the Pokémon with the tail that I'm looking for? Ik had moeten lezen. The elegant, swirly, like a spring. Glameo. Glameo zit in die beach area. Ja, maar zover ben ik nog niet. Gelukkig maar, want ik ben er nog lang niet. Ja, maar volgens mij heb jij meer sidequests gedaan. Dat lijkt me niet, maar het kan best. Volgens mij wel. Ik heb echt heel veel sidequests. Wilde ik steeds mee bezig gaan en dan lukte het niet. En dan ging ik stoppen. En dat kost echt veel meer tijd dan gewoon zeggen van... Yo, kom man. Ik ga gewoon doen. En ik denk dat jij dat wel hebt gedaan. Krogunk's Curative Poison. Ik zou die kunnen doen, denk ik. Misschien. Krogunk's Curative Poison. Yeah, speak with Butterweb to learn Butterweb. Oké. Nou, dat is duidelijk. Speak to Butterweb to learn Butterweb. Oké. Oh ja, dit is Butterweb. Oh, dit is die Nurse Joy, maar dan niet Nurse Joy achter. Oh nee. Maar ik vind het wel gek, want het is toch juist... dingetje die... Oeh, ik heb maar één Krogunk en die mag ik natuurlijk officieel hebben. Die is poison. En fighting. Poison. Ik heb wel heel veel poison, dus misschien... Maar ik mis dan een fighting, dat is jammer. Ja, ik ga hem eerst gewoon sowieso... Dan heb ik deze quest maar gehaald. Ik kan altijd nog een andere vangen, ja. Gunk. Misschien was een schijnende. Yo, zie ik? Ik heb trouwens... Een schijnende in Legends Arceus laatst. Toen ik dat dus aan het doen was in de trein. Toen had ik dus een shiny Toxicroak was dat. Geen Krogan trouwens. Okay. Sorry. Ik heb twee keer achter elkaar... Nee, ik had er twee achter elkaar. Twee Krogunks. En toen had ik een andere Pokémon. Toen had ik weer een shiny Krogunk. In deze game. Nice. Ik had ook een keer een shiny Krogunk in een eitje. In Sword and Shield. Ah, nice. Dan heb je even een Krogunk. Dat klopt, ja. Dit duurt ook zo lang. En dan druk ik op A. Ja, ik druk wel op A, ja. Ik was dus laatst bij iemand. En die had dus... ging weer Xbox... Wat zit je nou te haten? Nee. Jij zei van... Ik was dus laatst bij iemand. Toen zei ik... Die drukte niet op A. Dat zei ik. Het was helemaal geen haat, het was alleen maar gewoon om dat klopt. Maar je was wel doorheen aan het praten, dus ik denk, oh, dat is vast weer. Nee, oké, ik zal nooit meer iets zeggen. Nee, je mag wel wat zeggen, daar word ik juist vrolijk van, dat weet je toch. Dat is fijn. Oké, verhaal. Ja, weet ik niet meer. Nice. Yo, de basement? Oké, je was bij iemand die had een Xbox. Oh ja, en toen deden we dus een Xbox gamepie. Weet je wat het dus is? B en A zitten daar omgewisseld als de echte freaks. En volgens mij I en X ook. Echt freaks zijn dat. Echt. Je wilt toch geen Xbox controller? Contrainer wou ik bijna zeggen. Xbox controllers zijn hartstikke goed hoor. Dat zijn denk ik echt een van de beste controllers die er zijn. Oprecht, ik maak geen grap. Beter dan PlayStation controllers. Ik denk dat ze Tangela bedoelt. Ja, het is een Tangela. Kijk dan. Ja, Blue Vines op zich. Welke andere Pokémon heeft Blue Vines? Shiny Grass Pokémon misschien? Ik zou niet weten welke. Shiny Tangela, welke kleur heeft die eigenlijk? Groen. Limoentjes groen. Ja, dat is wel groen. Ziek. Dat is wel ziek. Dat is echt de Vinings. Ken je dat? Fine?
Dat is van die 9 plus 10, 21. Bijvoorbeeld. Volgens mij was dat een fine, toch? Geen idee. Ik was niet zo in de fines. Ik weet het ook niet. Zo goed. Ik was ook niet zo in de fines. Dat is een voorloper van TikTok, toch? Nee, dat is Musical.ly. Oh, ik dacht dat Vine werd Musical.ly en Musical.ly werd TikTok. Nope. Oh, dan snap ik niks meer van het leven. Dat is sad. Welke social media's heb jij nog nooit gehad? Vine. Vine, oké, ja. Musical.ly dan dus. Ja, die had ik wel. Musical.ly. Echt? Ik had al, ik dacht dat het voor dansende kinderen was. Maar nou, dat dacht ik bij TikTok ook. Dus ja, dat was het ook. Maar ik wist dus ook helemaal niet dat ik ooit een account had gemaakt. Dus ik ging TikTok downloaden. En toen zei ik, ja, maar dit e-mailadres heeft toch een account? Ik dacht van, hoe kan dit nou weer? Dus had ik wachtwoord opgevraagd. En toen bleek dat het dus te zijn. Dus dat was mijn TED Talk. Oh, ik ben echt net level 2, denk ik. Oh nee, you've earned yourself a star. Ik dacht al. Nee, wel. Nou, sorry hoor. Grating ballings? Dat is ziek. Die ballen zijn zo great, daar word je bang van. Nou. Head to the cobalt continents. Maar was ik niet bezig met een andere missie trouwens? Waar ik toen dacht van, hey, laat ik... Oh nee, dat was die... Ja. Craft the Pokashi dolls. Doll. Even kijken hoor. Kan ik dat? Craft. Denk wat dat jij dat kan. Wood. Nee, ik heb geen wood. Wat was die andere met die ingredients die ik moest? Kan ik die kopen? Nee, hè, die moet je echt vinden. Nu stel je wel moeilijke vragen, Sandring. Completed. Oh, dat is kut. Kom, dat is ook kut. Show Pokémon with which you have strong enough bond. Nou, ook kut dus. James? Die kan ik doen als ik natuurlijk Crobat heb, want dan weet ik... Ja. Gather the Wisps, nog kutter. Healthy Grains, Raspberry. Misschien dat het in mijn bag zit. Nou, niet in mijn bag, maar in mijn koffertje. Ken je dat, zo'n koffertje? Nee, wat kan je daarmee, koffer? Nou, als je dus een liedje hebt en je gaat er dus zelf zingen, zeg maar. Ja. Dan noemen we dat dus tegenwoordig een koffer. Oké. Okay. Ik moet heel even iets opzetten. Ja, nee, dat is echt waar. Ik ga je opzoeken, want je denkt dat het niet waar is. Nee. Nee, grapje. Ik ben aan het kutten. Wanneer ben je niet aan het kutten, zeg je dan? Oh nee, dat zijn andere mensen. Ik zeg dat dus tegen andere mensen wel eens. Van, nee, ik ben aan het kutten. Dan zeggen ze, ja, wanneer ben je niet aan het kutten? En dan zeg maar, auw. Dan zeg je van, nou, gaat je niks aan. Die versie van Sander krijg je nooit, leer je nooit kennen, dat zeg je dan. Ja, dat is wel goed. Huh. Ik ben zo slim, die Sandering. Ja, daarom heb ik jou nodig in mijn leven. I need you in my life. Oké, okay. Nee. Dat is fijning om te horen, Sandering. Heel gevoelig en kwetsbaar onderwerp snij ik aan en meteen... Bam. Klets, kabam. Zoals Sokka zou zeggen. Ja, zegt Sokka dat. Hoe ver is die video eigenlijk? Nee, die acteur van... Bruh. Oh, wacht. Deze is toch al lang online als deze video online komt. Ik ben nu bij de kokende rots. Oeh, dan ben je al ver. Ja. Dan ben je al ver. Ik ben ook ver. Alleen, ja. Niet ver genoeg. Ik wil eigenlijk dat die af is, zeg maar. Deze week. Ik ook, want dan kan ik hem kijken. En ik ben heel benieuwd. Ik ben wel benieuwd welke aflevering raad jij, welke twee afleveringen raad jij dat ik het kutst vind? Ja, ik weet al dat de kutste niet eens gekozen is.
The Great Divide. Ja, daar heeft iedereen wel altijd een haat op. Dus dat is op zich een logische keus. Maar... Volgens mij heb je al gezegd dat die niet onderaan staat. Niet helemaal, maar misschien is het wel de 1A. Dat weet je niet. Nee, dat weet ik inderdaad niet. Had jij die Ponyta quest al gedaan? Yeah. Maar, nee, wacht, eerst antwoord. Welke twee denk je? Ik het kut vind. Nou ja, nu klinkt het net alsof ik die aflevering ook echt kut vind. Ik vind het heel lastig. Dat is niet zo. Ik vind het heel lastig omdat ik zelf gewoon niet alle afleveringen eventjes zo weet. Ja, oké. Okay. Kijk, welke? De slangenpas? Oké. Interessant. Ja, ik krijg ook geen antwoord, dus ik heb helemaal niks aan om dit te raden. Ja, dat zijn wel een beetje spoilers voor de video. Natuurlijk. Dus dat klopt. Ik kan het wel doen. Ik kan wel antwoord geven, maar vind ik dan ook wel weer zonde. Snap ik. Ja, als ik net zo goed niet kunnen raden. Nou, ik dacht, dan raad je en dan zie je vanzelf of het goed is. Ik ben dus heel benieuwd of jij heel verbaasd gaat zijn of juist wel logisch vindt. Ik ben ook wel benieuwd naar jouw lievelingsaflevering. Nou, er is één aflevering die kan heel goed vallen of die kan heel slecht vallen. Dus die wil ik ook nog even benoemd hebben. Welke? Dat is die aflevering dat ze allemaal mini-stories hebben van iedereen. Hmm. Ja, ik ga eerlijk zijn. Hero carried die aflevering. Dus dat is niet mijn laagste. Kip carry. Ja, die Kip carried hem. Maar ik vind die van Aang en Sokka en Katara en Toph vind ik dan wel weer weak. Dus dat was heel erg dubbel voor mij. Omdat die van Iro is zo goed. Die van Dinges is wel oké. Die van Zuko. Maar die van de rest is gewoon niet interessant. Dus ja, dat was een beetje... Dat vond ik heel lastig om te ranken, ga ik eerlijk zijn. Omdat het allemaal verschillende afleveringen zijn eigenlijk voor mijn gevoel. Heel oneerlijk voelde dat om die te ranken. Snap ik. De coast. Kokende ja, rots, dus... die staat bij mij altijd ergens bovenaan. De kokende rots. Ja. Dat vind ik altijd wel leuke afleveringen. Sokka en Zuko. Wat willen mensen nog meer? Ja, bij mij staat onderaan die niet de aflevering van de library, maar die aflevering daarna, ondanks dat wel daar het leukste stukje in zit. Die aflevering van... Oh, de woestijn, de desert. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ergens. Oh, ze gaat fluiten. Feet view, Sandring. Feet view. Het duurt ook zo lang. Ik sta voor, dus ik moet niet zo ongeduldig zijn. I know, maar... Hij deed het toch. Ik ben net Boerma Mol. Yo, over wie is de mol gesproken? Ja. Komt ook eigenlijk alweer binnenkort. Klopt. Vandaag nog iets van gezien. Ik heb wel gezien dat een kanaal iets geüpload had. En dacht ik, interessant. Die Guido? Ja. Ja, die heb ik gekeken. Nice. Oeh, ik ben unleveled. Ja, weet je waarom die Guido zoveel credibility bij mij heeft? Hij had toen die hele jubileumseizoen had hij helemaal goed. Degene die er mee deden. Ah ja. Ik vind Guido ook gewoon een chille guy. Ik kende hem... Al voordat zijn kanaal alleen nog maar Wie is de Mol werd. Hij heeft ook gewoon gameplay gemaakt, hè? Van onder andere Professor Layton en zo. Echt waar? Was ik stiekem wel een beetje fan. Ik ken hem alleen maar van Wie is de Mol. Nou, ik dus niet. En ik was stiekem wel een beetje fan. Hij herkende me laatst ook in Serpent Chat. Want daar zit hij ook nog wel eens. Oh, grappig. Toen deed Serpent mijn... TikTok kanaaltje beoordelen. En toen zei Guido zo van... Yo,
Dat is een coole boy. Jij leeft ook nog of zo, zoiets. Mm. Iets in die trant. Ja, dit is kut. Ja, misschien komt dat omdat... Water is not very effective op ijs. Dus als ik tackle doe... Doe dat... Evenveel damage, oké. Okay. Kabooming. Nee, niet kabooming. Hm. Niet kabooming. Die wat is dood. Oh nee, dat valt wel mee. Die wat nou? Hunter. Is perfect op ijs. Is Buck? Nee, Buck is niet super perfect op ijs. Rock en fighting. Maar ja. Nee. Ik raad wat ik niet heb. Rock en fighting. Wow, hoe weet je dat? Ik ben Slimpy. Rock on, baby, rock on. En fighting on. Rock on, baby, rock on. Natuurlijk. Snappen, dat zou wel veel kunnen doen misschien. Op een glacier. Ja hoor, ik ga gewoon winnen. Jij bent zo'n... Moet jij eens opletten. Slimpy. Nou, ik ben er wel zo'n Slimpy. Hoezo is deze Eevee nog niet geëvalueerd? Hij kan toch gewoon baby door eyes? Dan kan hij toch gewoon zo'n Sylvie. Kadabra, faint. Oké. Nee. Fijn. Leuk. Top. Leuk. Geweldig. Nee, ik hou van dit spel verder wel hoor. Nee, ja, hartstikke leuk. Ah! Wat? Nee, dat was gewoon een kreet van vreugde. Rappy the dash. I do be rapping the dash. Shit. Beaming the eyes doen haar nu op mij. Oh, dus straks overleeft dit, maar Kadabra niet. Dat vind ik crazy. Oké, ik ga gewoon strong style confusion, dan is die Glaze in ieder geval dood. Die Eevee ben ik niet zo bang voor namelijk. Misschien dat ik dit nog wel ga... Nee! Je hebt niet gewonnen, begrijp ik daaruit? Nee, hij leeft echt nog op 1 HP. Sad. Misschien niet letterlijk 1 HP, maar hij leeft wel op heel weinig HP. Ik ga wel nemen die wat. Kan ik Aqua Jet? Aqua Jet is natuurlijk altijd eerst. Als ik deze hem wel dood. Gaat hij waarschijnlijk ook wel dood door de Eevee? Doet die baby doll eyes? Nee, hij doet quick attack. Ja, dat dacht ik al. Ik heb nog 3 Pokémon, dus ik kan het overleven. Misschien nog. Maar ik wil Golbat dus niet dood laten gaan. Dat is een beetje het lastige. Als Golbat dood gaat. In Hunter kan ik niet gebruiken. Oh jawel, die Venoshock. Oké. Ik loop een beetje te kutten en zing het kutte lied. Oh, dat is niet leuk. Ik hou er niet van als je verdrietig bent. Ik neem aan als jij loopt te kutten dat je niet heel blij bent. Dus dat vind ik jammer. Dat klopt helemaal. Jij bent zo'n Slimpy. Yo, Eevee is poisoned. Ik ben zo goed, hè? Of Roselia eigenlijk. Jij bent wel goed, ja. Nou, eigenlijk Roselia. Ik ben nu wel alle credits aan het nemen, maar dat vind ik eigenlijk een beetje... Nou, maar jij verdient ook wel eens credits, Sander. Ja, aan het einde van de game... Waar de credits thuis horen. Dat vind ik een funnetje van jou. Battle decided. En in mijn favor. Niet flavor. Ook wel in mijn smaak. In mijn smaak. Winnen is wel mijn smaak, moet ik zeggen. Weet je waarom? I'm loving it. I'm McDonald's. Dat heeft ook weer met eten te maken namelijk. En ja, taste. Zo is het en zeker flavor. Bond. Bond? Bond en blauw, heen. Ik maak het, James. Ik maak het namelijk erg bond. Funny. Maar dat vinden de dierenorganisaties nooit zo leuk als ik dat doe. Sorry. Ik hou nu op met mijn kutgrapjes. Dat is fijn. Ja, snap ik. Ja, laat me nou gewoon doorgaan, vrouw. Mens. Oh, ik heb zojuist haar gender gezoomd. Haar gender?
Oh jezus, die had ik niet eens door. Dat deed ik oprecht niet expres. Dat was oprecht zo, man. Oh nee. En toen... Oh ja, die had gelijk. Gelijk. Ik mis 5 pokeballs. Oh ja, die heb ik aan dat kind gegeven. Glammeowing? Glammeowing. Die mag ik niet. Oh, hij is hoog. Maar ik heb hem wel gewoon, hoor. Dus ik weet niet waarom ik zo moeilijk doe. Waarom doe ik zo moeilijk, Milan? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Vandaag iets minder slimpy. Ja, maar weet je, je kunt niet altijd je beste dagen hebben. Yo, is dat zo'n spiel? Met pH? Dat is zo'n spiel met pH, ja. Maar hoe hoog is het pH? Wow, we maakten dezelfde grap! See! Dat jij maakt, ik ben echt trots op je. Want dat is eigenlijk zo'n skykunde crap. Ja, ik dacht, dat kan je vast waarderen. En toen zei je het zelf al. Ja, ik waardeer het nog steeds wel. Ondanks dat ik het zelf ook zei. Maar ik ben heel erg blij dat jij die grap ook maakte. Mm-hmm. Ik ben zo trots op je. Ik ben echt... Ik ben misschien wel de trotse man op aarde right now, hè. Kat, tweede Evo is gelekt. Is de tweede Evo een beetje cool? Of? Nee, ik heb nog niet gehoord. Ik heb nog niet gezien. Oh, oké. Waarom vang ik hem tweede spiel? Nou, met pH? Sander? Hij staat op 2 poten, hè. Of niet? Echt? Ik zeg niet dat het niet meer mogelijk is. Maar... Je verwacht het niet. Sanne, ik moet zeggen... Ik neig heel erg naar om deze Pokémon te kiezen. Want hij ziet er heel vet uit. Eerlijk is eerlijk. Okay. Maar... Het kan nog steeds zijn dat het eindevolutie op 4 poten staat. Oh, weet je wat Jordi zegt? Nou. 2 poten, Sander gaat huilen. Dat zegt hij. Op het fotootje staat hij op 2 poten. Maar het zijn nog steeds poten, zijn voor. Zijn bovenlichaam, zeg maar. Dus ik denk dat het is alsof hij een soort jump maakt, eigenlijk. Dus. Nou, net alsof hij zo net als een echte kat omhoog staat, zeg maar. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou ja. Dat mag. Ik zal niet boos worden. En dat is voor mij heel moeilijk, dus... Oh, Staravia, doe nou niet. Dan ziet die Weasel mij toch. Ja. Ja. Wat ja. Flauw dit. Zo zijn Had ik al ja gezegd, trouwens? Nee. Oh, ja. Dan ziet die Weasel me toch. Ik heb ook geen Great Balls gemaakt. Ik denk, oh, ik mag Great Balls. Wat fijn, wat leuk. Toen dacht ik, laat ik die niet maken anders. Dat is slim. Dat wordt je slimpie. Ik heb echt de verkeerde pants aan. Ik merk het wel weer. Zo'n slimpie pants. Nou, die heb ik dus niet aan. Nee, dat blijft. Ik weet ook eigenlijk überhaupt niet welke kant ik op moet in het land. Oh, wacht. De andere kant. In ieder geval. Ja, ik wou vliegen, maar... Oh, wacht. Ik heb die super, super snel... Hier, dear boy. Oh. Ik ben zoveel tijd verloren, echt. Ik ook, want ik zit alleen maar leaks te kijken. Oh. Ik, doordat ik, zeg maar, dan... Dus die weirdeer niet gebruikte. Maar... Nou, ik zal je zeggen dat ik pittig veel zin heb in de nieuwe game. Als ik de derde Evo zie, Sander, dan zal ik je op de hoogte houden. Doe dat. Oh, vandaar. Dat zou ik fijn vinden. Jij bent niet de enige die boos wordt, hoor, als hij op... Nee? Nee, heel de Pokémon community zou dat echt kut vinden.
Al moet ik zeggen, hij ziet er wel gewoon heel vet uit. Ja, maar hij staat nu ook... Ja, hij staat wel op twee poten, maar als ik dat zo begrijp, is dat nog niet echt dat je zegt van... Oh, what the frick, wat gebeurt hier? Dat. Nee, dat heb ik niet in ieder geval, maar ja. Ik vond Incineroar ook niet lelijk, dus ja. Dat is wel waar. Ja, dat is wel een grote if inderdaad. Een oef. Zou ik haast durven zeggen. Yo, jij mag die Growlithe gewoon... Dit hebben we waarschijnlijk echt al 10 keer gezegd, maar... Dat klopt ook. Dat maakt niet uit. Jij mag hem wel. Het is wel gewoon waar. Er is niks aan gelogen. Precies. Ga ik Kadabra steeds, maar eigenlijk moet die Golbadding... Want die Golbadding... Die kan nog evolving. En die Kadabra... Eigenlijk niet. Daar kan ik niet bij. Lost and found. Ja, ik weet hoe dit werkt. Ik weet dus niet of deze ook geüpdate worden. Omdat ik hier dus geen... Of ik nieuwe krijg, zeg maar. Omdat ik geen dingetje ding heb. Oh, erg duidelijk weer. Ding, ja, online, Nintendo. Voor de Gaming SB account. Oh ja, nee, dat heb ik hetzelfde. Met de account waar ik op zit. Oké, kom being. Kom. Being. Be nice. Yo! Dat meen je. Wat? Een shiny? Nee, minder hype wel. Maar alsnog hype, want die kan ik ook aan die Harry Potter guy laten zien. Natuurlijk dan. Dat is altijd leuk. Even voor Milan's context. Crobat. Ja. Ik had niet verwacht dat het al zo snel zou zijn. Ah, in deze game is friendship ook niet heel moeilijk natuurlijk. Nee, zeker niet, ding. Yo, ik heb zo'n Mr. Combi. Is dat, kom hier naartoe. Gender assuming? Wat? Is dat niet gender assuming? Oh, mister. Ja, misschien wel erg. Ik ben ook allemaal weasels aan het vangen. En terecht ook trouwens. Is dat zo'n... Ipam! Ik weet niet of ik dat goed deed. En alsof dat heel cringe gaat klinken. Ik ben convinced. Dit was zo'n female volgens mij. Of is male juist met zo'n hakje? Maar hier is er één zonder hakje. Dus als ik ze nou beide vang... Dan kan ik er sowieso eentje misschien ooit evolving to zo'n Vesper Queen. Als je zo'n driehoekje, zo'n rood driehoekje, dat is de female. Ja, en die wordt de Queen. Dat klopt. Net zoals de Queen of England. Oh, wacht. Dat is een vroeg onderwerpje voor sommigen. Yo, die Muffin, die doet ze van, ik ga niet in de bal. Dat vind ik jammer, want ik hou van hem. Dat weet hij nog niet. Dat weet hij nu wel trouwens, want ik heb het net gezegd. Ja, je hebt het gewoon gespoild. Sorry, Muffin. Muffin of Muffer? Oh! Yo, extra van die levelings? Ja, krijg als je Pokémon eens van, namelijk. Ook weer zo'n E-palm gevangen. Nou, dat weet ik niet. Oh, dat is wel een hoge jump. Ah, dat is gevangen gewoon. Jij bent zo'n goede slimpie. Je kunt zeggen wat je wil, maar hij zit in dat balletje. Jij maakt ook het verschil, Milan. Dank je. Ik ben ook blij dat je er bent. Dan moet ik toch zonder jou. Dat kwam er heel sarcastisch uit. Nou, lekker weer. Wat we zonder mij wel moeten, is de aflevering... Of eigenlijk met mij, is de aflevering beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje. Ja. En zie ik graag. Dat vonden ze. Een keer weer. Ja, vonden ze dat? Ja, dat vonden ze. Dat is fijn was om erbij. Te horen. Dat is ook fijn om te horen. Adios, amigos. Joujou.